Hey mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Jurr Games. Vandaag spelen we weer de Minecraft Survival. En vandaag gaan we eventjes iets anders doen. We gaan een Would You Rather doen. Dat heb ik eerder nog nooit gedaan op dit kanaal. Lijkt me hartstikke leuk. En de aankondiging van de Q&A, die is hier nu ook. Ik ga dus een Q&A doen als ik 200 subs heb bereikt. En dat lijkt me leuk. Dus laat lekker eventjes je vragen achter in deze video. En dan ga ik ze in, als ik 200 subs heb, dan komt daar een video over. En dan ga ik dat waarschijnlijk ook in Minecraft doen. Met de bordjes. Dat is leuk, gewoon op bordjes die vragen neerzetten. Als het allemaal past. Weet je, we moeten even kijken. We gaan gewoon even kijken hoe dat zich gaat uitpakken. Jullie zien ook dat de farm, eigenlijk weer af is. Beetje aan geklust, hier en daar. Hier een leuk hekkie. En binnen is het natuurlijk ook nog niet helemaal gedecoreerd. Maar het is toch leuk. Hier komt dan nog een stal. Nou, misschien moet hier iets wat lijkt op hooi of weet ik veel wat. Dus dat gaan we allemaal nog zien hoe dat gaat. Nou, in deze aflevering gaan we eigenlijk gewoon een beetje minen. En gewoon hele basic dingen doen. Maar om het dan wel leuk te houden ga ik dan die 10 Would You Rather vragen beantwoorden. En that's it eigenlijk. Nou, dat gaan we zo doen. We gaan eerst eventjes naar dat huisje. Naar de mansion. Dus dan gaan we dat even zien. Zo. Nou, ik heb gewoon 10 willekeurige vragen uitgekozen. Het zijn niet extreem moeilijk, maar... we gaan het zien. Vlees. Dat hebben we natuurlijk ook wel weer nodig. En even kijken. Nog iets anders nodig. Pickaxe hebben we al, want we gaan gewoon lekker even minen. Weet je, de spelen en vragen beantwoorden tegelijk. Ik kan beter gewoon even iets simpels gaan doen. Even kijken. Wat heb ik eigenlijk nog meer nodig? Niet heel veel. Ik kan dit doen. Ja. Even wachten op het vlees. Als ik er 1 heb, is dat in principe al wel goed. Zo. Die gaan we niet opeten, want we hebben een netwerkfout. Oké. Naar de offline game, ja. Nou, oké. Ik dacht al, what the fuck. Oké dan. Nou ja, ik weet niet eens of ik wel kan minen en die vragen tegelijkertijd op kan lezen. Ik kan het er later overheen plakken. Maar dan krijg je soms weer een beetje gelaas met het geluid. Dus we gaan... ik weet het niet. Ik denk dat ik dan gewoon eventjes... nu ga behandelen. Ik ga gewoon kijken, weet je. Ik ga gewoon kijken hoe het gaat en dan zien we het wel. Zo. Hoppakee. Nou, eens even kijken. Ik heb er 10 geselecteerd. We gaan eens even kijken. Eens even kijken. Nou, nummer 1 is... zou ik liever ijs ademen of vuur willen ademen? Ik zou liever ijs ademen. Omdat ik, als ik vuur zou ademen... de mensen om mij heen denk meer schade aanricht dan als ik ijs adem. Het ligt er natuurlijk ook aan in welke gradatie je vuur of ijs ademt. Ik zou ook geen ijs willen ademen als het echt met kanonsnelheid uit mijn mond komt en dat iemand gelijk bevroren is. Dus ja, weet je, dat is een beetje hoe je de vraag wil interpreteren. Maar ik zou gewoon voor ijs ademen gaan. En daar komt een epic zombie skeletje, ja. Die nu dus naar buiten kan. Laten we hem eerst even killen. En dan gaan we naar vraag 2. Hij heeft ook een flinke body armor aan. Zo. Oké, vraag 2. Even kijken. Ik heb ze op mijn mobiel, dus ik sta dan even stil. Oké, dit is echt een rare vraag. Zou ik liever mijn gewicht eten in varkensvoeten? Of in een zwembad duiken vol met wormen? Ja, mijn gewicht eten in varkensvoeten. Ik weet niet hoeveel één varkensvoet weegt. Ik weeg zelf ongeveer 75,5. Dus laten we zeggen, één varkensvoet weegt 5 kilo. Dus dan zou ik er zo'n 10 tot 15 moeten eten. Nee, dan zal ik toch liever in een, in een zwembad duiken vol met wormen, wat ook verschrikkelijk smerig is. Maar zoveel varkensvoeten eten, nee, nee dank je. Ik duik wel in dat zwembad. Oké, ik loop er een beetje rond, maar weet je, het is weer even wat anders, hè. Gewoon even leuk wat vraagjes en we zien gewoon waar het ons op uit gaat brengen. Even kijken. Oh, nummer 3. Die is ook wel leuk. Dat zijn 3 stieren in 1 keer bevechten of 10 stieren om de beurt. Dan zou je denken van nou, ik vecht er liever 3 in 1 keer. Maar ik denk zelf, als je 3 stieren in 1 keer gaat bevechten, dat je weinig kans hebt om dat te overleven. En ik denk zelf, als je er 10 achter elkaar dus om's de beurt zou bevechten. En stel je voor, dat is natuurlijk ook een heel groot risico. Maar als je er dus in principe 10 achter elkaar... Jezus Christus, die monsters leiden me wel echt flink af. Wacht even. Oké, 10 achter elkaar. Dan denk ik zelf dat je misschien wel, als het goed gaat, als je de eerste kilt, een techniek daarvoor misschien al in die korte tijd hebt verzonnen. En dan zou je, denk ik, meer overlevingskans hebben dan dat je er 3 in 1 keer gaat bevechten. Dus dat zou ik doen. Ik zou 10 achter elkaar toch doen. Ja, hoe gek dat ook klinkt. Oké, volgende vraag. Mobieltje valt steeds uit. Dat is wel vervelend. Ik moet op een stand staan dat hij echt heel snel weer gewoon naar standby gaat. Vraag 4. Zou ik 21 willen zijn of 10 willen zijn? Nou, ik heb een hele leuke jeugd gehad, toch wel. Dus ik zou... ja, ik weet het niet. 21, dan... Dat ben ik nu. Ik ben nu 21. Dan ben je natuurlijk al wat meer ontwikkeld, et cetera. Ja, maar als kind heb je weer meer plezier. Ik zou toch voor het plezier gaan, dus ik zou 10 willen zijn. En ik neem aan dat het voor altijd dan is. Ja, dat staat verder ook niet bij die vraag, maar maakt ook verder niet zoveel uit. Nou, gaan we naar vraag 5. Zou ik liever een kilo chocola eten in mijn favoriete smaak? Of zou ik liever 5 kilo drop willen opeten? Nou ja, ik ben helemaal geen snoepfanaat. Ik hou niet van snoep. Ik eet geen chocola ook. Helemaal niks in die trend. Ja, dan zou ik toch wel voor chocola gaan. Omdat ik drop helemaal niet zo lekker vind. En chocola, ja, ik ben er ook niet zo fan van. Vroeger wel trouwens, maar nu niet echt meer. Dus dan zou ik toch eerder gaan voor de chocola. En ik neem aan dat ik niet een kilo in 1 keer moet opeten, want dan ben je kotsmisselijk. Even goed voor de 5 kilo drop. Oké, vraag 6. Zou ik nooit meer tv of nooit meer computer? Nou, die is vrij simpel gemaakt. Ik zou nooit meer tv willen kijken, want 80% wat er op tv is, dat vind ik toch pulp. En dat is gewoon niet zo mijn ding. Dus ik zit liever op de computer en daar kan je ook van alles zien wat ook op de tv is geweest. Dus wat mij betreft is de computer dan wel wat voordeliger, handiger, slimmer. Dus computer, ja. Oké, vlees is klaar. Ja, deze Minecraft aflevering is totaal niet praktisch. Maar het is wel eens leuk om wat vragen te behandelen zoals nu. Dus we gaan op naar de volgende. Oké, nummer 7. Windows Internet Explorer of Chrome? Nou ja, het maakt me eigenlijk in principe niet uit. Maar ik zou toch voor de Internet Explorer gaan. Ja. Nu krijg ik flink haat waarschijnlijk. Omdat Internet Explorer altijd in de memes ook staat van... Dat die gewoon super sloom eigenlijk is. En dat je beter voor anderen kunt gaan. Maar ik weet het niet. Het maakt mij niets voor uit. Ik hou het lekker bij internet. Internet Explorer. Oké, nummer 8. Natte sokken of nat ondergoed? Nou, het is allebei gewoon echt kut. In principe. Maar als je het steeds zou moeten dragen, dan zou ik toch gaan voor natte sokken. Want ja, om nou altijd natte ondergoed te dragen, ja, ik weet niet, dat lijkt me helemaal niks. Natte sokken is ook verschrikkelijk, dat gevoel dat je weet je wel, gewoon schoenen aan hebt en dat je sokken dan nat zijn. Ach, bah. Maar met mijn onderbroek lijkt dat me nog irritanter, dus ik zou gaan voor natte sokken. Oké, dan volgende. Even kijken. 9. Je adem inhouden voor 3 minuten. Of overhete stenen lopen voor 1 minuut. Ja, Jezus. Er staat niet bij deze vraag of ik doodga, zeg maar, van die 3 minuten. En dat ik het moet inhouden. Dus stel je voor, ik kan maar 1,5 minuut mijn adem inhouden. En dan moet je 3 minuten en dan krijg je geen lucht of zo. Ja, dan daar zou ik toch voor de hete stenen gaan. Want dan verbrand je ja, alleen je voeten behoorlijk. Maar dan heb je minder risico op bijvoorbeeld de dood, zeg maar. Maar nogmaals, dat ligt ook weer hoe de vraag gesteld wordt. Ze worden nooit echt genuanceerd gesteld, die vragen. Dus dan moet je er zelf een beetje een wending aan geven. En dat doe ik hier ook. Dus de hete stenen zou ik doen voor 1 minuut. Gaat flink pijn doen, maar dat zou ik wel doen. En de laatste. Zou ik bedorven melk drinken of iets eten met een haar erin? Nou, die keuze is snel gemaakt, want ik denk dat iedereen wel weet hoe smerig het ruikt. En dat je soms wel eens een pak melk drinkt en dan let je niet op de datum en dan heb je opeens zo'n klont in je mond zitten. Nou, dat gaat je niet nog een keer overkomen, dat zeg ik je, dat wil je niet. Dus ik zelfs ga voor eten met een haar erin. Nou ja, dit waren de 10 vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dit is ook eigenlijk gelijk deze aflevering. Het was niet echt een survival. Het was meer gewoon een beetje rondlopen en vragen beantwoorden. Een beetje minen. Ik ga kijken of ik dat volgende keer toch beter kan doen. Door het toch eventjes over de gameplay heen te plakken. En dan gewoon een beetje te kijken naar het geluid. Want daar heb ik wel eens een beetje problemen mee gehad. Vandaar dat ik het even op deze manier heb gedaan. En als je dit leuk vindt en als je dit vaker wilt, dan gaan we dit gewoon vaker doen met andere vragen en ook andere manieren van vragen. Dus geen Would You Rather, misschien ook andere soorten. Er is genoeg te doen. Dus ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet ook niet de vraag voor de Q&A achter te laten. Jongens, leuke aflevering. Peace out.